Districtscommissaris Bolanat Narayan van Wanica Noordwest is ingenomen met de duurzame investering die de overheid gepleegd heeft om de gevaarlijke oude brug van de Romanaweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg, te vervangen met een betonnen brug. Narayan sprak gisteren bij de ingebruikname van de brug en gaf aan dat met een renovatie zoals deze wordt gewerkt aan het mooier maken van de Indira Gandhiweg. De weggebruikers alleen, maar ook andere mensen die graag over de brug gaan, gebruik zullen maken. Niet lang geleden, ik denk over een week, is er ook start zijn gegeven door de minister van Openbare Werken. Reparatiewerkzaamheden van het traject, wegtraject Leliedorp tot Meursweg. Onze visitekaartje. Je weet, in de Ragandiweg tot aan de internationale airport, Sanderij, is ons visitekaartje. Toeristen komen allemaal, maken gebruik van die weg. Maar ook mensen die naar en van Sanderij komen, maken allemaal gebruik van dit traject, wegdek. En dus die moet zeker up-to-date zijn, onze visitekaartje. En ik ben blij dat ondanks president precaire middelen, financiële middelen, dan nog dat de regering prioriteiten stelt en de gemeenschap tegemoet komt. De DC verzocht de gebruikers van de brug zuinig te zijn en aan te geven wanneer er iets mis is met de brug, zodat de overheid kan ingrijpen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat de bouw van de brug bewijs is dat geld op de begroting nuttig wordt gebruikt. Dit allemaal uit die begroting van het ministerie van OMI. Die begroting wordt niet gebruikt om vlaggen te kopen, maar om projecten te realiseren. Dat is kort, president, een beeld wat we met die begroting doen. En dat het wel kan, maar alleen met goed bestuur, alleen met verstandige mensen kan het, en een team natuurlijk. Deze buurt had ook geklaagd over ontwatering. En daarom wordt het Saramaka Kanaalproject ook uitgevoerd. Jullie hadden vorige keer mee dat gezegd. Saramaka Kanaalproject, 30 jaar, 60 jaar, heeft niemand gedurfd aan te pakken. Noor Mohammed geeft verder aan dat er veel werk wordt verzet in Wanica. Er wordt ook gewerkt aan het aanzicht van de belangrijke wegen met projecten zoals de bouw van de brug in kwestie.